De Renkumse gemeenteraad is voor een spooronderdoorgang in Wolfezen. De spoorwegovergang ter hoogte van de Wolfezenweg wordt al jaren als onveilig ervaren. Het toenemend treinverkeer zou de situatie alleen maar verslechteren. Al sinds 1993 zijn er klachten. RTW Arnhem en Omroep Gelderland spraken met Paul Jansen, raadslid van gemeente Belangen Renkum, Henk van Grunningen, lid van de adviesgroep Verkeersplan Wolfezen en VVD-raadslid Raymond den Burger. Het standpunt van gemeente Belangen Renkum hierin is dat wij de ontwerpbesluiten zoals die nu voorliggen, die wilden wij verrijken. We willen niet uitsluiten dat er eventueel twee tunnels kunnen komen. En aan de andere kant willen we voorkomen dat we met een onrealistisch plan komen waarmee je in je eigen voet schiet. Omdat het Rijk dan zal zeggen van ja, dit is een dusdanig duur plan wat niet kostenefficiënt is, daar trekken wij ons uit terug. Het voordeel nu is dat we op de landelijke agenda staan van veilige spoorovergangen. Gemeentebelangen wil dat we daar echt op blijven staan op die agenda. En tegelijkertijd hebben we het college de opdracht gegeven om het maximale eruit te halen en de optie van twee tunnels op voorhand niet uit te sluiten. Ik ben van mening dat als je kijkt naar de bewoners van de Schild, dat zijn bewoners die slechtziend zijn en ook sommige mensen die ook hun zicht dermate problematisch is en ook gehoorsproblemen hebben, dat het belangrijk is dat de veiligheid voor die mensen optimaal wordt bekeken. En het is zo dat het Schild, de directeur, heeft ook een uitgebreide brief geschreven naar de raad en het college met een melding van als je aan die voorwaarden adequaat wilt voldoen, is het belangrijk dat er één tunnel plaatsvindt voor die mensen zelf. Dus in principe de variant 3B als zodanig, waarbij je een verkeerstunnel hebt waarbij het snelverkeer naar het westen gericht is, een aparte tunnel die zeg maar, voor voetgangers, fietsers en met name voor blinden en slechtzienden ja, van belang is dat daar zeg maar, de rust is. De raad heeft in ieder geval bepaald dat we heel graag daar een onderdoorgang willen hebben. Wat de raad ook bepaald heeft, maar dat is wat versluierend uitgesproken, is dat wij ons niet de eerst verantwoordelijke achten voor het probleem wat ontstaat door intensiever over dat spoorwegnet te gaan rijden tussen Arnhem en Utrecht. Oftewel, wij vinden eigenlijk dat ook het Rijk een substantiële bijdrage moet leveren aan de realisering van deze onderdoorgang. Ja, ik hoorde u zelfs praten over een duivels dilemma, als ik het goed heb. Wat bedoelde u daarmee? Wat daarmee bedoeld wordt is dat er nu een subsidieprogramma is waar je op moet aanhaken. Dat subsidieprogramma kent bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat het aanbestedingsrisico bij de regio terechtkomt. En als je dat op dit moment aanvaardt, dan zit je in die boot. Als je niet meedoet, dan kan het zijn dat je 10 jaar later pas weer aan de beurt bent voor een soortgelijk programma. Want ProRail zegt dat die overweg in zijn huidige vorm adequaat genoeg is. Dat er ook een soort open vlak is onder het station om van daaruit de perrons bereikbaar te maken. Want dat is een probleem wat Wolfees al heel lang kent. We hebben daar een perron waar je eigenlijk bijna niemand kan komen, tenzij je heel goed ter been bent. Om de zoveel tijd heeft u volgens mij ook wel eens bericht over dat iemand met een rolstoel klem staat op dat perron en niet weet waar hij naartoe moet. Nou, daar hopen we ook een keer vanaf te komen.